De politie heeft maandagochtend 10 oktober in een schuur bij de woning aan de Parkstraat in Maurik een hennepkwekerij aangetroffen. Er werden 1165 planten geteld. Een 50-jarige man uit Zaandam en een 50-jarige vrouw uit Maurik werden aangehouden. Ze worden verdacht van overtreding van de opiumwet. Bij de politie was informatie binnengekomen dat er op de bewuste locatie hennep werd geteeld. Dit bleek inderdaad het geval. De kwekerij is ontmanteld en de teelt vernietigd. Beide verdachten werden maandag aan het eind van de dag in verzekering gesteld.